De Nijmeegse rabbijn Mendel Levien is volgens een onderzoekscommissie niet schuldig aan seksueel misbruik. De Joodse gemeente Nijmegen reageert opgelucht en laat de rabbijn per direct weer aan het werk gaan. Levien had zijn taken gedurende het onderzoek tijdelijk neergelegd. 4 mei is hij weer aanwezig bij dodenherdenking om voor te gaan in het gebed.